In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg zijn voor de middag in een villa de lijken gevonden van 5 mensen. Volgens de eerste vaststellingen zijn ze neergeschoten en kan het om een roofmoord gaan. De slachtoffers zijn de ouders, 2 dochters en een toekomstige schoonzoon. Oostenrijkse cineast Michael Haneke haalde onlangs zelfs ter zake met zijn nieuwe print Funny Games. Een film over een gezin dat in zijn vakantieverblijf wordt overvallen door 2 psychopaten die een waar bloedbad aanrichten. Zomaar. Iets gelijkaardigs gebeurt op 23 juni 1979 in een villa in Sint-Amandsberg. Niet in de film, maar echt. De handelaar in tweedehandswagens Roland Steyaert, zijn vrouw, 2 dochters en een toekomstige schoonzoon worden koelbloedig afgemaakt. De buit, enkele duizenden franken en wat antieke voorwerpen. Een roofmoord om bijna niets dus. De historie van vandaag is een nauwgezette reconstructie van wat er op die bloedige zaterdag in 1979 gebeurd is. De makers van het programma hebben daarbij kunnen rekenen op de volledige medewerking van het gerecht en de familie van de slachtoffers en op de belangstelling van een van de daders, Vlaanderens beroemdste gevangene, Freddy Orion. Speurders vertellen straks 100 uit over de manier waarop ze hun zaak hebben opgelost, waarin bijna geen sporen waren. Ook voor hen is het dé zaak van hun leven geworden. De feiten staan straks netjes op een rij. Maar één grote vraag blijft dan nog altijd overeind. Hoe komt een man ertoe om zonder duidelijk motief 5 mensen te doden? Volgende week proberen we ook daarop een antwoord te vinden. Maar dit is alvast deel 1 van de zaak Orion. Op 23 juni 1979 worden er in dit huis in de buurt van Gent 5 mensen uit 1 gezin vermoord. 4 dagen later bekennen 2 mannen dat zij de slachtpartij hebben aangericht. Dit is de reconstructie van hun daden. Centraal. Gevangene Freddy Orion wordt vrijgelaten. Hij heeft 4 jaar gezeten voor medeplichtigheid aan een overval op een kantoor van de Liberale Vakbond in Gent. Ik heb de indruk dat op dat ogenblik de tijdsgeest in die zin was dat men zeer strenge bestraffingen vroeg voor mensen die uiteindelijk al bij al, als we het vandaag de dag vergelijken met de zware criminaliteit die we sinds de laatste 10, 15 jaar kennen, al bij al relatief beperkt was. Zij braken 's nachts binnen in leegstaande fabrieken, in leegstaande gebouwen. Zij hebben nooit het leven van anderen bewust in gevaar gebracht. Het parket brengt de zaak van de overval voor het Hof van Assisen. Orion beweert tot vandaag dat hij er weinig mee te maken had. Hij voelt zich onrechtvaardig behandeld. Bovendien breekt zijn vrouw met hem. Maar toen is zijn vrouw hem verlaten en heeft zijn echtscheidingsprocedure opgestart. En dat was voor Freddy, naar mijn gevoel, een tweede en zeer zware opdoffer die hij eigenlijk nooit heeft kunnen verwerken. Ik heb dan de kinderen zelfs van Freddy, die toen een jaar of 5 en 6 waren, dochter en een zoon, verschillende malen meegenomen met mijn wagen op bezoek bij Freddy in de gevangenis in Leuven Centraal. 4 jaar lang is Freddy Orion een modelgevangene geweest in Leuven. De 1,68 meter lange Orion is een bodybuilder. Hij werd sportmonitor en genoot veel faciliteiten. Een van zijn pupillen was ook een Gentenaar, Roland Verneuil, die in Leuven zit voor diefstallen. Orion heeft een geheime agenda. Enkele maanden voor zijn vrijlating had hij een paar dagen verlof gekregen. Hij was naar Gent getrokken en had er een wapenwinkel bezocht in de Gouvernementstraat. Daar koopt hij voor 5.610 frank een Long Rifle .22 en zaagt de kolf van het geweer om het in een doos te kunnen verstoppen. Maar vandaag is Orion vrij en hij weet waar hij naartoe kan, naar Herentals.
De eigenaar van een sportclub met wie hij in de gevangenis heeft samengewerkt, zorgt voor een appartement. Orion woont op een tweede verdieping in de Stadspoortstraat in Herentals. Hij koopt een tweedehands autootje, een Dian. Hij vindt gemakkelijk werk, werkt hard, maar voelt zich slecht in zijn vel. Ik word elke dag gewaar dat ik niet meer dezelfde ben. Ik kan geen plezier meer maken. Ik ken niemand meer. Orion richt zijn appartement in op zijn manier. Met tweedehands meubelen en met spulletjes die hij steelt in vakantiehuisjes en woningen in de bossen rond Herentals. Even lijkt het wat beter te gaan. In Gent leert Freddy Orion in een café Marie-José kennen, een licht gehandicapte jonge vrouw. Orion heeft zelf zware complexen na een paar jeugdongevallen. Een medische zonnebril verbergt een litteken. Marie-José gaat bij hem in Herentals wonen. Er gaan enkele maanden voorbij dat ik betrekkelijk gelukkig ben op het mankeren van mijn kinderen na. Maar toch is er niet veel nodig om me van de ene minuut op de andere in de put te doen zitten. Zijn Dian is stuk. Hij betaalt 10.000 frank om de auto te laten herstellen. Dat gebeurt maar zus en zo. Zijn stoppen slaan door. Zijn woede richt zich niet op de garagist, maar op het Gentse, waar het in zijn logica allemaal begon. Allemaal rotzakken. Smeerlappen zijn het, maar nu gaat het te ver. Ik moet mijn held terug hebben. Ik ga een overval doen. Ik heb er nog één te goed. Gentse rotzakken, ik kom eraan. Freddy Horjong rijdt naar Gent, naar het havengebied dat hij goed kent, omdat hij er zoveel inbraken heeft gepleegd. Sommige bronnen beweren dat hij een medeplichtige oppikt, maar dat is nooit bewezen. Hij komt op de vliegtuiglaan, nu een troosteloze expressweg, toen een straat aan de haven met winkeltjes en bars. Een prostituee trekt even zijn aandacht. Maar dan valt Horion's oog op een klein buurtwinkeltje, de Ganda Bazaar. Achter de balie staat Helena Lichachevski, een Vlaamse met een Russische vader. Leentje is de eigenaar van Ganda Bazaar, samen met haar man George. Het paar heeft een dochtertje van 9, Nancy. Ik heb eigenlijk heel veel verdrongen, maar ik herinner mij dat dat een hele lieve en een zachte vrouw was en dat ik heel graag op haar schoot zat. Dat dat mij een warm gevoel gaf. Ze was gewoon een rustig huistype en deed dus ja, al deed geen als ze kon, we waren enkele. Dat een boel draaien. Papa heeft mij rond 1 uur aan school afgezet en dan is zij nog naar de bank op de vrijdagmarkt gegaan. Heeft daar heel lang moeten aanschuiven. Dan is zij nog ondergoed voor mij gaan kopen bij Superconfex. En dan heeft hij nog heel lang moeten wachten, ook aan een overweg. Daarom is hij vrij laat thuisgekomen. Orion rijdt 100 meter voorbij het winkeltje. Hij wacht even tot de straat leeg is. Dan stapt hij uit. Zijn geweer zit in een tas. De loop steekt eruit. Daar heeft hij wat papier rondgewikkeld. Ik heb een jeansvest en broek gekocht. En ook een broeksriem. Ik heb betaald en toen de winkelierster mijn geld teruggaf, heb ik mijn geweer genomen en al het geld geëist. Geld en kleren samen zijn ongeveer 10.000 frank waard. Hij beveelt Leentje te gaan liggen, zet zijn geweer tegen haar achterhoofd, wendt zelf het hoofd af en schiet 2 keer. Hij raapt de hulzen op, legt een jas over de vrouw en verlaat de winkel. Tijdens de terugrit was ik kalmer. Opgelucht zelfs dat ik het geld terug had. Aan die vrouw dacht ik niet. Hoe erg dit was, besefte ik niet. Een kwartier na de moord zien 3 Russische matrozen hoe een man de Ganda Bazaar verlaat en in een rode Lada stapt. Binnen vinden ze het lichaam van Leentje. Ze lopen naar een andere winkel waarvan de eigenaar Russisch spreekt. De man belt de politie. Op dat ogenblik dat we terug in de winkel waren, is George binnengekomen. En die heeft geroepen van, ze hebben mijn vrouw gedood, ze hebben mijn vrouw geslagen. Dat weet ik niet juist niet meer. En die mens die was zodanig onder een indruk ook, dat die
over zijn vrouw altijd maar rondliep, al mompelde, al roepende van ze hebben haar gedood. De politie arriveert. Iemand zal Nancy van school moeten halen. Het was toen vrijdagnamiddag en ik zat in de klas en er werd geklopt aan de deur. En de deur ging open en mijn papa stond daar met meneer in burger. Toen bleek later dat dat een agent was. En ik ging bij mijn papa en mijn papa zei, mama is van de trappen gevallen. Eerst onderzoek speelt zich uiteraard toe op die persoon die, nadat hij in de winkel geweest was om iets te gaan kopen, met de wagen vertrokken was en die door die drie Russen gezien was dat hij buiten gekomen was op het ogenblik dat zij binnengingen en die dan nog de nummerplaat van die wagen genoteerd had. Dat is uiteraard, dat was de eerste gegevens en uiteraard ja, het eerste spoor, de eerste aanwijzing die uit onderzoek dan blijkt. Dan gaan ze de situatie wanneer die persoon opgespoord is, en toen blijkt dat die persoon er in feite niets mee te zien heeft, dat juist is dat hij binnen geweest heeft, met de bedoeling om een pakje sigaretten te kopen, doet eenvoudig het lijkt niet gezien is en buiten gegaan is. Juist op het ogenblik dat dan die drie Russen binnen gaan zijn. Het spoor van de rode Lada loopt dood. De speurders richten hun aandacht op George. Wel, die man gedroeg zich, wat ik zeg, zeer, zeer kalm. Wat ik op het eerst zou zeggen, niet specifiek voor de dag komen, kom, dat kwam zo over hem, hij was zo gelaten. Voor een voorbeeld te geven, de vraag die hij bijvoorbeeld stelt, wat moet ik nu doen met mijn winkel? Kan dat niet open blijven? En ze hebben mij dan ook ondervraagd, ik weet dat nog, omdat zuster directrice erbij was bij de politie. En ze vroegen mij of mijn mama en mijn papa dikwijls ruzie maakten. En ze vroegen ook welke kleren mijn mama had gedragen. En of mijn papa in de namiddag andere kleren aan had dan 's morgens. De politie verhoort George nog een paar keer, maar raakt overtuigd van zijn onschuld. De moordenaar is onvindbaar. Freddy Horion stopt zijn geweer in een plastic zak en verbergt die in een konijnenpijp in een van de bossen rond Herentals. Vandaag gaat de poort van Leuven Centraal weer open. Roland Feneuil is vrij en trekt naar Gent. Feneuil neemt contact op met zijn sportmonitor uit de gevangenis. Horion en Feneuil gaan op café in Gent om te praten. Geen van beiden is een drinker. Ik zeg, Roland, zwijg over die ellende. Ik weet wat het is. Ik ben het beu. Al die rotstreken van die mensen, deze wereld, alles. Ik zou op een eiland willen zitten. Of desnoods weer in een bak. Maar ik wil rust hebben. Ik zou geld moeten hebben. We komen overeen samen een diefstal of desnoods een overval te doen. Horion voegt er nog aan toe dat hij al eens geschoten heeft, met vreselijke gevolgen, maar geeft geen verdere details. Feneuil gelooft hem maar half. Freddy Horion rijdt naar Feneuil via de Antwerpse Steenweg in Sint-Amandsberg. Daar is op nummer 556 een garage voor tweedehandswagens. Horion zou volgens een verhoor de prijs van een auto hebben gevraagd, maar vandaag ontkent hij dat. De garagist is Roland Steijaert, een man van 45 jaar. Dus hij was de oudste van 9, dus als er thuis aan tafel met over gezinsleden, dus over familie gesproken werd, werd Roland altijd als voorbeeld gesteld, omdat hij eerst buitenshuis, al ja, getrouwd is, eerst met een eigen zaak gestart is, de zaken hingen goed en al. Dus daarmee werd Roland altijd dus door moeder en vader als voorbeeld gebruikt. Onze Roland zelf, die is eerst dat stuk grond hier gekocht, dan heeft hij garage gezet, daar heeft hij enkele jaren in gewoond, dag en nacht gewerkt, hoe gespaard en gedaan, om erachter de luis te kunnen zetten. Roland is getrouwd met Leona van Lanker. Zij is 47. Altijd de grote glimlach, Leona. Dus overal, als de familie te samen kwam, trouwfeesten, communiefeestjes van de kinderen of zoiets. Leona was altijd de eerste om vooraan te lopen, om alles organisatorisch goed in elkaar te steken. En ja, een en al een grote glimlach. Ze waren altijd tezamen op de baan. En het is, als ze ons lang zag, zachte zij vrouw. We waren altijd tezamen. En zij was eigenlijk, zou ik moeten zeggen, de grootste. Al het geld dat binnenkwam, zij investeerde dat allemaal.
Roland en Leona hebben twee kinderen, twee dochters. Annemarie, iedereen zegt Mieke, is een knappe jonge vrouw, een lerares. Mieke moet je vergelijken, lijkt me mijn oudste broer geweest. Die was ook zachtaardig, heel uitvriendelijk. De jongste dochter is Hilde. Ze is bijna 14. Hilde was een heel vriendelijke, een lieve. Ja, nogal. Ze had altijd wel iets te doen en zo. Een fleurig en een plezant meisje. En tenslotte is er nog Mark de Krook, de verloofde van Mieke. Hij is nog bij het leger tot eind september. Mark was echt een plezante, vriendelijke jongen tegenover ons ook. Wij waren twee tienermeisjes en hij als 25-jarige. We speelden en zo lolletjes maken en zo. Ik heb er ook mooie herinneringen aan. Ja. Mieke en Mark zullen gaan samenwonen als zijn legerdienst voorbij is. Vader Steijaard maakt een huis voor hen klaar in Gent. Intussen schrijven ze elkaar brieven. Liefke, ons katje is nu 6 weken en moet nog bij de moeder blijven. Maar als we gaan bij elkaar wonen, hebben we al een kat. Liefke, jouw brieven en kaartjes zijn telkens een hele opwinding voor mij. Op die momenten voel ik me onsterfelijk. De nacht van vrijdag op zaterdag slaap ik weer niet. Op zaterdagmorgen loop ik als een hek in huis, van voor naar achteren, op van de zenuwen. Orion gaat zijn geweer opgraven. Hij rijdt naar Fenuy in Gent. Ja, Roland, ik heb met niemand geen medelijden. Dat komt door deze rotmensen, rotgerecht en rotjury. Als een kat jongen heeft, kunnen ze niet op hun hart krijgen die jongen af te pakken. Maar een mens zetten ze voor jaren in een bak en ontnemen ze zijn kinderen. De twee rijden naar de watersportbaan. Orion en Fenuy proberen of het geweer nog werkt. Ze schieten ieder een paar keer vanuit de auto op een deur van een garage en op een torenkraan tot er een ruitje sneuvelt. Ze rapen de hulzen op. En Hilde, ik weet nu niet meer waarom dat ze naar de leraarskamer moest. Zij moest nog iets gaan vragen of nog iets gaan zeggen of zo. En zij deed eindelijk het venstertje open en wij stonden nog te roepen en te zwaaien. En ik zie echt er nog wijven van hem bellen. En we komen samen hè, van de weekend. Dat is een beeld dat ik nooit zal vergeten. Freddy Orion belt Ronan Fenuy. Het is voor vandaag. Ik kom. Dus op de middag, mijn ouders die kwamen thuis. En ik vroeg dus van, ja, gaat ons nu voeren? Gaat mij nu voeren bij Hilde, want ze heeft dus gebeld. En mijn vader zei, nee, je gaat niet. Je gaat mee met ons naar de zee. Je gaat nu een keer niet gaan. Je zit alle weekend samen. De vakantie is nog niet begonnen. Nu ga je mee met ons. En ik wenen. En zelfs met mijn ma, die verstond dat ook niet. Die zei, allee, Mark, waarom mag zij nu niet gaan? Ze mogen normaal gezien altijd bij elkaar zijn. En waarom nu niet? Bij wat gaat Leona en Roland zeggen? Mijn vader die stond er dus op van, nee, die gaat mee met ons. En dan om 6:30 heeft Hilde nog een keer teruggebeld van, zeg, hoe zit het nu? En dan, ja, al wenende was dat weer van, ja, kijk, ik mag niet komen. Maar mijn mama heeft dan wel beloofd van mij de zondagmorgen vroeg te voeren. Orion pikt Fenuy op en ze rijden naar het boerenhof in Oostakker. Daar overleggen ze. Wat zal het worden? Fenuy stelt een baar voor waar zijn zuster af en toe werkt. Orion voelt meer voor een elektrozaak op de Antwerpse Steenweg. Te gevaarlijk. Daar werken 5 mensen, weet Fenuy. Dan maar garage Steijaard. Fenuy gaat akkoord. De mannen rijden langs de garage. Daar is nog volk. Ze rijden door naar de watersportbaan. Fenuy vindt er nog een huls. De mannen rijden een tweede keer langs de Steijaardgarage. Ze parkeren een eind verderop aan het OCMW-ziekenhuis. Orion haalt zijn wapentas weer boven. De twee gaan een paar 100 meter te voet naar het huis van de Steijaards. Het villaatje ligt in een bewoonde buurt, maar er staat dan nog een reusachtige boom die het gezicht van op de straat belemmert. Orion en Fenuy bellen. Leona doet open
en Orion vraagt haar de prijs van de Dian op het erf. Die is al verkocht, maar er staat in de garage nog een 2 pk. Ze vraagt hem naar achter te lopen. Daar is Roland Steijaard. Hij vraagt 30.000 frank voor het wagentje. Orion gaat akkoord. Ze gaan met z'n vieren rond de keukentafel zitten om de zaak af te handelen. Leona vraagt Orion's identiteitskaart. Hij legt ze op tafel. Leona vraagt, hoeveel betaal je als voorschot? Orion springt terecht met zijn geweer en zegt, dit is een overval. We zijn uit de gevangenis ontsnapt. We moeten eten hebben. Leona maakt boterhammen met kaas en geeft Orion 3 gekookte eieren. De deur van de woonkamer gaat plots open. Hilde staat daar. Veneu dreigt met een mes en het meisje gaat naast haar vader staan. Steijaard biedt hen een wagen aan om te vluchten. Orion gaat akkoord. Hij stopt eerst Leona en Hilde in de kelder en doet die op slot. Orion en Veneu weten niet dat er 2 losse roosters zijn waarlangs men makkelijk kan ontsnappen. Moeder en dochter blijven hoe dan ook braaf op de trap zitten. Terwijl Veneu achterblijft in de villa, verplaatst Roland eerst een Mercedes die op de oprit staat. Dan neemt hij een Mini, het autootje waarmee Hilde altijd op het erf rijdt, en zet dat klaar. Orion kijkt van op de hoek van het huis naar al dat gerei. Steijaard denkt er niet aan weg te rijden. Hij laat zijn vrouw en dochter niet in de steek. Roland Steijaard zegt dat hij de politie niet zal waarschuwen. Hij rukt zelf de telefoon van de muur en zet die buiten. Orion beveelt Roland Steijaard om in de 2 pk te gaan zitten. Hij loopt terug naar de villa zonder de deur van de garage op slot te doen. Steijaard zou kunnen vluchten door een zijraam, maar beweegt niet. Freddy Orion twijfelt en zegt tegen Veneu, dat is een goede vent. Hij heeft zelfs de telefoon uitgetrokken. Veneu antwoordt, hij kan hiernaast ook bellen. Trek uw plan, maar wij gaan de gevangenis in. Orion loopt terug naar de garage, maakt zichzelf wijs dat Roland Steijaard ook maar een leugenaar is. Hij opent het portier van de 2 pk, zet zijn geweer tegen de linkerslaap van de garagist, wendt zijn hoofd af en vuurt. De mannen trekken nu handschoenen aan om alles te doorzoeken. Ze gaan naar de living. Veneu zegt, er is iemand. Er rijdt een Peugeot het erf op. Dochter Mieke en verloofde Mark stappen uit. Ze komen in de keuken. Daar staat Orion met zijn geweer. Hij stopt Mieke en Mark in de kelder, maar haalt Mark er bijna meteen weer uit. Hij beveelt hem naar de garage te lopen. Misschien heeft Mark het lichaam van Roland nog zien liggen. Misschien ook niet. In de garage krijgt hij meteen een nekschot. Orion beveelt Mieke uit de kelder te komen. Veneu probeert het meisje op de zitbank te verkrachten, maar het lukt niet. Orion staat met zijn rug naar de bank naar buiten te kijken. Hij vraagt of Mieke schrik van hem heeft met zijn zonnebril, zijn smoel. Hij legt een kussen op haar. Ze gaan vluchten en ze mag niets zien. Veneu verlaat de kamer. Orion schiet dwars door het kussen. 1 keer in het rechteroog, 1 keer in de rechterslaap. Orion gaat naar de kelder. Leona en Hilde zitten naast elkaar op de trap. Orion schiet de moeder in de nek. Ook Hilde krijgt een schot in de nek en de hals. De zenuwen van Orion breken. Hij loopt naar boven en zegt, ik kan niet meer. Wat heb ik gedaan? Veneu zegt Orion dat hij zich moet haasten. Dan horen ze ineens iets in de kelder. Veneu pakt het geweer en gaat in de kelder. Hilde leeft nog en richt zich moeizaam op. Veneu schiet 2 keer op haar. Daarna raapt hij de hulzen op en stoot een frietketel over de benen van het meisje. Ook in de living verzamelen de mannen de hulzen. Ze stoppen nog wat antieke voorwerpen in Orion's tas en sluiten de villa in de garage.
Het schemert als ze buiten komen op een van de langste en warmste dagen van 1979. Verneuil verwijdert de nummerplaat van de Peugeot en bevestigt ze achteraan de Mini. Ze rijden weg. Bij zijn Dian stapt Horion uit. Verneuil rijdt met de Mini, Horion volgt hem. Aan de hoge weg, niet ver van zijn huis, stopt Verneuil in de buurt van een leegstaande villa. Ze laden wat spullen over in Horions auto. Ze rijden naar de ringvaart in Langerbrugge. Ze werpen de antieke voorwerpen in de vaart. Verneuil stapt uit en gaat iets drinken in café Black and White. Horion rijdt door naar Herentals. Terwijl Verneuil met zijn kinderen, zijn ex-vrouw en haar vriend naar het park Bellewaerde vertrekt, rijdt Horion naar een bos. Hij stopt zijn geweer onder de grond en zwerft daarna uren rond. Een vriend van Ronan Steijaert komt zijn zondagse aperitiefje drinken. Er klopt iets niet. Aan de voordeur ligt nog altijd een zak van de bakker. 10 boterkoeken, 3 pistolets. Voor- en achterdeur zijn gesloten. De garage is gesloten. De man weet dat hij via het zijraam binnen kan. Hij is binnenkomen in de garage, hij zag het mark liggen, hij zag het zalang liggen. En hij dacht dat ze Bakans had uitgemoord. En dan is hij in panische angst is naar huis gereden. Hij heeft tegen zijn vrouw verteld en zijn vrouw dan de politie verwittigd. Toen we dan ter plaatse kwamen, vergezeld van deskundigen, wetsgeneesheer, wapendeskundigen enzovoort, was het eerste idee dat het ging om een wanhoopsdaad. Iemand die zijn gezin uitgemoord had en die dan zelfmoord gepleegd had. Maar het onderzoek dat dan gevoerd werd, wees nogal vlug uit dat er geen wanhoopsdaad, dat er geen sprake was van een wanhoopsdaad, want er werd geen wapen gevonden. En dat het dus wel degelijk ging om een geval van moord. Die bewuste zondagmorgen komen wij daartoe. En dat stond er eigenlijk zwart van het volk. Wij wisten niet wat wij moesten denken. Van, wat is dat hier nu? Is er een inbraak geweest? Een vechtpartij? Wij wisten echt totaal niet wat wij moesten denken. En mijn mama stapt uit en zegt, blijf jij maar zitten in de auto. En een beetje nadien, zij komt terug. En echt ondersteund door twee rijkswachters, dat mensen uit paniek en ze stapt bij mij terug in de auto en ze zegt, ze zijn hier alle vijf vermoord. In de loop van de zondag komt Freddy Horion zelf langs de villa van de Steijaerts rijden om te zien of alles ontdekt is. In het kader van het verder onderzoek hebben we natuurlijk alles gedaan wat we konden om alle sporen te beveiligen. Niets aanraken, alles fotograferen, alles filmen. Achter in de tuin hebben wij een tuinhuis, niet maar een bijgebouwtje. En dat was mijn vader zijn knutselkot. Dus de radio stond aan. In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg zijn voor de middag in een villa de lijken gevonden van 5 mensen. Volgens de eerste vaststellingen zijn ze neergeschoten en kan het om een roofmoord gaan. De slachtoffers zijn de ouders, 2 dochters en een toekomstige schoonzoon. En dus mijn vader oerde dan nog, maar hij ging dan naar buiten. En dus mijn moeder zei dat er 2 rijkswachters waren voor mijn vader. En het eerste wat dan die mensen vroegen, dat was of dat hij geen hartpatiënt was of zoiets. En mijn vader zei, hij wist ook wel dat er iets scheelde, dus ze komen zomaar niet. En mijn vader vroeg ook direct, wat scheelt er, wat is er gebeurd? En dus die mensen zeiden, wij kunnen niets niet zeggen, maar je moet wel meekomen met ons. Aan de poort bij Steijaerts stond er een massa volk. En niemand mocht er omtrent komen, want er stonden vele polities. En opeens kruipt er een oudere man tussen die massa uit. En die vliegt over de hof naar de achterpoort, waar dat dus de lijken lagen. En het bleek de vader te zijn van Roland. De ouders van Mark de Krook worden op de hoogte gebracht. De broer van Mark heeft het nieuws gehoord en rijdt onmiddellijk naar het ouderlijk huis. Hij rijdt via de hoge weg en ziet de eenzame Mini. Hij denkt,
Dat is mijn oude Mini die ik via Mark aan Roland Steijaert heb verkocht. Aanvankelijk dachten wij dat het een heel moeilijke zaak zou geworden zijn om ze tot een goed einde te brengen, om ze op te lossen. Omdat er dus geen sporen waren, er waren geen getuigen. Er was niets wat eigenlijk een aanknooppunt gaf naar een of andere verdachte, naar een of andere mogelijke dader. Toch zijn er twee belangrijke aanwijzingen. Dankzij de broer van Mark wordt de vluchtwagen direct gevonden. En de wapendeskundige heeft een vreselijke mededeling. Mogelijk heeft de dader van de vliegtuiglaan weer gemoord. Feneu krijgt een telefoontje van Horion, die weer naar Gent is gereden. Feneu en zijn familie rijden naar de Korenmarkt. Horions Diane verschijnt. Feneu zegt, als ik binnen een uur niet terug ben, verwit ik de politie. Hij stapt in bij Horion. De mannen coördineren hun alibi. In de buurt van de Steijaards zijn de mensen verlamd van de schrik. Wij hadden geen hond, maar wij als kinderen waren ook zodanig bang dat zij die nacht bij ons in bed gekropen waren. En 's morgens werden we wakker, samen met vier kinderen in ons bed. Eerst een ogenblik dachten wij, Hans' familie moet uitgemoord worden. Dat was onze eerste gedachte. Want dan heb ik zelf 3 maanden... Ik woonde recht over mijn thuis. Ik heb 3 maanden bij mijn ouders blijven slapen. Omdat mijn ouders zelf ook dat dachten dat ze uitgemoord worden. Een officier van de jeugdbrigade krijgt het rapport over de moord 's maandags in handen. Het detail van de vluchtwagen op de hoge weg treft hem. Op een bepaald ogenblik zijn wij op de jeugdrechtbank. Daar ontmoeten wij een 3-tal meisjes die voorgebracht zijn. Die wij kenden van vroeger in de afdeling jeugdzaken, die ons in vertrouwen nemen en ons mededelen dat Roland Feneuille zinnes was om dus een slag te slaan samen met zijn vriend Freddy. Er zou ook op een bepaald ogenblik een wapen vertoond geweest zijn en zij zouden daarna de nacht hebben doorgebracht met Roland Feneuille in een leegstaande villa op de Hoogweg, de villa van mevrouw Kolle, van weduwe Kolle. Wanneer even later een collega arriveert, legt hij onmiddellijk hetzelfde verband. Nee, hoe verandert mijn telex? Ik lees die, Lucien staat mijn hart op te slaan. En ik kom op het einde en ik lees daar, het voertuig van de daders werd achtergelaten aan de Hoogweg. En ik zeg tegen Lucien, aan de Hoogweg. Al in een villa van weduwe Kolle. En Lucien reageert naar mij, denkt jij misschien aan Feneuille? Ik zei, Lucien, inderdaad, als jij eraan denkt en ik denk eraan, dan moeten we dat checken. Onze kaas ligt tussen onze boterham. Dus wij, we gaan erop los. De speurders rijden naar de hoge weg. Van der Straten gaat in cowboystijl de lege villa binnen. Er is niets te zien. Vermalen en Van der Straten rijden terug naar het hoofdkwartier. Daar is een grote vergadering. De speurders vragen hun officier het spoor Feneuille te mogen volgen. Ze rijden eerst naar de Bernadettestraat, waar Feneuille officieel bij zijn moeder woont. Die zei dat hij daar dus niet was. En ze opperde onmiddellijk het idee, het heeft toch niets te maken met die vijfvoudige moord op Sint-Amandsberg. Wij hebben daar niet op gereageerd. En we zijn dan vervolgens bij zijn ex-schoonmoeder geweest, die dus aan de Rodenbachstraat woonde. En die vertelde ons dat ze die morgen broodjes was gaan halen, maar dat Roland nogal zenuwachtig was. En toevallig had zij bij het begin van de straat een politiecombi opgemerkt die daar stond, die dus een patrouilleopdracht uitvoerde. En zij had dat verteld aan Roland. En hij was zodanig zenuwachtig dat hij zelfs de broodjes niet meer opgegeten heeft en dat hij onmiddellijk vertrokken is. En zij dacht dus dat hij vermoedelijk naar zijn ex-echtgenote was, die dus in de Paul-Frederikstraat woonde. We zijn naar daar gegaan en hebben hem daar inderdaad aangetroffen. De speurders vragen Feneuille vrijwillig mee te komen om hem te verhoren over een wapen. En toen heeft mijn collega Lucien gezegd, voor zover ik mij herinner, geeft uw dochtertje nog kus. En we hebben dat gadegeslagen en Lucien merkte buiten aan mij op en gezien zijn lippen trilden. Dat is hier wel verdacht. Dat zijn van die zaken die je vaststelt die iemand verraden. Van der Straten en Vermalen beginnen met een eerste verhoor van Feneuille.
Wij hebben hem dan gevraagd om zijn schoenen uit te doen en ook zijn broek, zodanig dat wij dat konden laten nachecken of er eventueel bloedsporen op aanwezig waren. We hebben hem dus een overal bezorgd, waarmee hij dus gekleed ging. Hij wou eerst weten, ja, waarom zin je daarop? En op het ogenblik inderdaad dat wij die schoenen nazagen en daar toch wel wat rood aan bemerkten, zei hij onmiddellijk, jammer, we zijn naar Bellewaerde geweest en dat is dus afkomstig van die rode steentjes die daar liggen. Het is zeker geen bloed. Wij hadden op dat ogenblik nog niet over bloed gesproken, zodanig dat dat weer voor ons ergens een aanwijzing was dat er toch iets moest zijn met die historie van Sint-Amandsberg. De speurders trekken het tijdgebruik van Fenuy op zaterdag na. Zijn ex, haar vriend en de kinderen bevestigen dat hij de hele zaterdagavond bij hen is geweest. Tijdens dat gesprek viel het mij op dat dat kind zeer precies kon zeggen dat zijn vader 7:50 dat bad genomen had. Zodanig dat ik daaruit concludeerde dat die jongen blijkbaar een lesje geleerd had. En dat versterkte dus nog meer het gevoel van wij zijn op het juiste spoor. Terwijl het spoor Fenuy wordt uitgediept, zet de onderzoeksrechter tientallen speurders aan het werk op allerlei andere sporen. Alle familieleden van de Steyaerts worden verhoord. Garage Steyaert wordt financieel doorgelicht. Het liefdesleven van Mieke wordt onderzocht, enzovoort, enzovoort. 3 politiekorpsen werken voorbeeldig samen en bundelen hun informatie. Daarom rijden 2 BOB'ers naar Herentals om eens met Freddy Horion te praten, Fenuy's vriend in Leuven Centraal. Hij is niet thuis. Zijn woning wordt discreet in het oog gehouden. Horion belt naar Fenuy. Zijn vrouw vertelt dat hij opgepakt is, maar dat hij die avond misschien nog vrijkomt. In de namiddag wordt de vrouw van Fenuy verder verhoord door de politie, waaruit blijkt dat Fenuy dat weekend toch wel degelijk in Gent was geweest en in gezelschap van Freddy Horion. Waarbij dat de figuur van Horion voor ons natuurlijk een stuk belangrijker werd. En daarop werd de beslissing genomen om tijdens diezelfde nacht terug naar Herentals te gaan, bezit van een uitzoekingsbevel, om daar verder de persoon van Horion na te trekken. Er was nog geen enkele aanwijzing dat hij dan de dader was van de feit. S'nachts komen we in Herentals, waar we bijstand krijgen van de collega's van Geel onder leiding van hun officier. Wordt daar beslist een omsingeling te doen van de woning, om niet om 5:00 s'morgens binnen te gaan, maar gewoon te wachten totdat Horion zijn woning zou verlaten. Rekening houden met de mogelijkste gevaarssituatie. Ik stond onder het balkon van de woning van Horion en had in de vitrine aan de overzijde spiegelzicht op de toegangsdeur. Ik zie iemand naar beneden komen. Op het ogenblik dat de deur wordt geopend, zie ik dat het een vrouw is. Zijnde dan achteraf de vriendin van Orion, zijn ons als begeleid naar boven, de deur open gedaan en Orion stond ons op te wachten. Achteraf heeft Orion me wel gezegd dat hij voordien reeds had gezien dat zijn woning werd bewaakt en heeft me dan ook toevertrouwd, indien hij een wapen had gehad, dat we hem niet levend zouden hebben aangetroffen. Hij bedoelde daarmee dat hij zich zou zelfmoord hebben. Orion wordt naar Gent gebracht, naar de Rijkswachtkazerne in de Ridderstraat. Ook Fenuy wordt daar naartoe gebracht. De verhoren beginnen, maar het gaat moeilijk. Nu en dan ging ik polshoogte nemen bij de mensen van de politie die met het verhoor van Fenuy bezig waren en de mensen van de BOB die met het verhoor van Orion bezig waren. Uiteraard trachtte ik die ook te volgen om te vernemen bijna minuut per minuut wat de vorderingen waren of wat de stellingen waren van de 2 verdachten op dat ogenblik. Orion ontwijkt de vragen, antwoordt steeds met ja of nee. Bijkomend moeilijkheid voor de verhoorder, voor mij en mijn collega, was dat Orion een drager was van een donkere bril, wat uitsloot dat wij oogcontact konden hebben. Telefoon uit Herentals. De vriendin van Orion geeft toe dat hij zondagmorgen pas om 1:30 thuis kwam. Het verhoor duurde zeer lang, waardoor dat ik problemen kreeg met mijn stem. Op zeker ogenblik heb ik aan Orion gevraagd ook rekening houden met zijn medische toestand of dat hij nog in staat was om het verhoor verder te zetten, waarop hij laconiek antwoordde, ik voel me nog zeer goed, maar jij ziet er slecht uit. Ja. Dus op een bepaald moment heeft men besloten van mij bij onderzoeksrechter de jongen te roepen
om op een andere manier eens, en om de rijkswacht een keer af te lossen, te pogen Orion te overtuigen om te bekennen. Ik heb dat geprobeerd op mijn manier, nogal een beetje agressief in die zin, dat ik hem gezegd heb, je bent een moordenaar, je bent een lafaard, er kleeft bloed onder uw nagels en je bent een laf om te bekennen. En Orion is rechtgesprongen, schuin op zijn lippen en heeft gezegd, moet ik dat aanvaarden? Het is onaanvaardbaar. Je hebt geen bewijzen. Je moet mij straks vrijlaten. En dan zal ik een rechercheur gevangen nemen voor 7 dagen. En de 8e dag maak ik hem kapot. De doorbraak komt bij het verhoor van de vrouw van Fenuil. Zij breekt zijn alibi. Wat heeft die vrouw van Fenuil gezegd? Ja, kijk, jij beschermt hier. Misschien zonder dat jij het denkt. Maar hij beschermt hier 2 moordenaars. Die iets, een van de gruwelijkste moorden die al ooit gebeurd zijn in Bouwen, dus gepleegd hebben. Jij verdedigt dat, of beschermt ze, zonder dat het weet, maar heb je al op de gevolgen gedacht. Op een bepaald moment zagen wij Fenuil zijn lippen trillen. Er kwam een traan in zijn oog. En procureur Schins kwam binnen op dat moment. En Fenuil vroeg. Ik ben akkoord om iets te vertellen, maar ga je me beloven dat ik niet met hem, met Orion, samen in de cel, in dezelfde cel zal terechtkomen? En wij hebben daarop gereageerd, dat zal geen probleem zijn als je maar de waarheid zegt. En toen heeft hij gezegd, ik heb niets gedaan. Ik weet dat hij die 5 mensen heeft vermoord. Op dat ogenblik, we zijn dan rond 3 uur in de nacht, is de onderzoeksrechter dan bij ons in het bureau gekomen. Op een bepaald ogenblik, zonder het eigenlijk goed te beseffen, heb ik de zin uitgesproken, maar Freddy, je bent toch geen monster? En dat heeft bij hem een déclic veroorzaakt. Hij heeft zijn handen voor zijn ogen geslagen, is in zijn ogen beginnen schreien en heeft gezegd, ik ben geen monster, maar ik was niet alleen. Om 5 uur in de ochtend deelt het gerecht mee dat de daders gevonden zijn en bekend hebben. Heel Vlaanderen vraagt zich af wie zijn Fenuil en Horion en vooral wat was hun motief. Het speurwerk in de zaak Orion was voor het grootste deel achter de rug toen de daders bekend hadden, maar het dossier was nog lang niet gesloten. De gruwel was zo groot geweest dat dat op zich al had volstaan om Freddy Orion voor lange tijd tot een bekende Vlaming te maken. Maar er was meer. Orion groeide uit tot een mythe waarvan hij nu op zijn beurt het slachtoffer is geworden en waarmee ook de familie Steyaert nog altijd leeft. Levenslang. U ziet het volgende week in Historisch. Levenslange opsluiting is vrij erg. Normaal gezien wens ik dan niemand niet toe. Vroeger niet en het is moeilijk voor te zeggen, nu nog altijd niet. Begin van de jaren 90 liet ze mij uitschijnen dat Freddy dus na 14 jaar toch eens een dag vakantie zou kunnen krijgen. Maar er is nooit iets van gekomen. Automatisch weten toch dat je gaat vrijkomen, maar wij zelf, bij ons is het levenslang. Vrij erg. Normaal gezien wens ik dan niemand niet toe. Vroeger niet en het is moeilijk voor te zeggen, nu nog altijd niet. Begin van de jaren 90 liet ze mij uitschijnen dat Freddy dus na 14 jaar toch eens een dag vakantie zou kunnen krijgen, maar er is nooit iets van gekomen. Automatisch weten toch dat je gaat vrijkomen, maar wij zelf, bij ons is het levenslang. Freddy Orion en zijn handlanger Roland Fenuil richtten in 1979 een bloedbad aan in een villa in Sint-Amandsberg. Er vallen 5 doden, waarvan 4 leden van de familie Steyaert.
Eén jaar later krijgen de moordenaars de doodstraf. Vorige week zag je in Historisch al een reconstructie van de gruweldaad. Dit keer onderzoeken we wat er daarna is gebeurd. Overgingen de verwanten van de slachtoffers, mensen die ook levenslang gekregen hebben. En wat gebeurde er met de daders? Wie was de man die zijn gezicht stevast verstopte achter een donkere bril? En vooral, wat had van hem een moordenaar gemaakt? Verneuil en Orion zijn ondertussen gevangenisveteranen geworden. Ooit zal er over een vrijlating gepraat moeten worden. Een gesprek dat na de affaire Dutroux bijzonder moeilijk dreigt te worden. De zaak Orion gaat ook over veel meer dan het individuele dossier van twee moordenaars. Het gaat ook over recht en rechtvaardigheid in het algemeen, over de zin van gevangenisstraf en over de ketens die mensen over de generaties heen aan de misdaad hebben kunnen binden. Freddy Orion en Roland Verneuil hebben ook allebei een zoon zien ten ondergaan in de criminaliteit. Dave de Bok, de zoon van Orion, is geïnterneerd nadat hij een bejaarde had doodgeschopt. En toen we ons programma net afgewerkt hadden, stond in de krant het bericht van de dood van Jean-Marie Verneuil, zoon van Roland, bezweken aan een overdosis tijdens een dag penitentiair verlof. Dit is De Zaak Orion, deel 2, levenslang. In de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg zijn de slachtoffers begraven van de vijfvoudige moord. Er waren meer dan 1000 mensen in de zielemis. Onder hen eerste minister Wilfried Martens en burgemeester De Pape van Gent. Na de mis is een lange stoet naar het kerkhof van Zwijnaarden getrokken, waar de vijf mensen zijn begraven. Steyaert, Mark de Krook en die op de winkelierster aan de Vliegtuiglaan heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Op vrijdag de 29e juni had de wederzamenstelling plaats. In de voormiddag werd Orion naar de winkel van mevrouw Litachevski gebracht. Dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende korpsen en diensten kon vrij vlug een verband gelegd worden tussen deze moorden. Procureur des Konings Bricourt en onderzoeksrechter De Jonge hebben deze wederzamenstelling geleid. Ik had een combi daar zien komen, ik had er hem niet zien uitstappen. Want daar stond er al vol met mensen van een BOB, van een politie. En ik zei ja, dat ik denk dat ik een vriend ben. George, de man van Leentje Litachevski, krijgt de moordenaar van zijn vrouw niet te zien. Maar ja, van achter als George, hij zat daar in een annex, hè, zijn keuken en twee slaapkamers. En hij moest daar blijven. Daar heeft de politie hem gewoon bewaakt. Meestal was hij zelden die weer de samenstelling deed. Zou wat kunnen gebeuren, stelde hij in zijn plaats, dan zou je de moordenaar van uw vrouw ook willen kapot maken met de glimlach. Hè? Ja, ze hadden er zo een afrastering gezet. En daar stonden mensen die dat zagen zijn, die dat passeren onder werk of zo, die bleven daar staan. Hè? En hij kwam buiten. Hè, en ze begon ze te roepen, hè. Nee, riep, een ander riep, geen hem aan ons. Ja, had hij daar niet eens alle momenten als ze er aan kunnen, was hij wel aan, hè. En dan zijn ze met die combi's weggereden, dan passeren ze dan een trein. En dan had hij de combi hem daar opzij gezet. En die dokwerkers waren er naartoe gegaan. En ze waren aan het schutten aan die noten, ze wilden hem omkeren. Maar ja, dat was een gele bus met gendarmen. En de dieren dus dat beletten. Uit de diverse verhoren is gebleken en alle feiten die Orion heeft gepleegd, dat hij nooit alleen handelde. Er was altijd iemand bij hem. Het zij als chauffeur, het zij als mededader, was altijd vergezeld van iemand anders. De speurders onderzoeken het tijdsgebruik van een van Orions vroegere medeplichtigen, maar het is een hels karwei, 5 maanden na de moord. De speurders moeten het onderzoek stoppen bij gebrek aan hard bewijs. Wanneer je Freddy Orion vandaag naar die eventuele tweede man vraagt, zegt hij eenvoudig geen commentaar. Tijdens de diverse verhoren die ik heb gedaan met Freddy Orion, zowel wat de feiten van de moorden betreft, maar ook een aantal andere zaken die hier niet te sprake komen, heb ik Orion nooit betrapt op één leugen wat betreft zijn aandeel. Wat me wel is opgevallen, dat is dat hij steeds zijn mededaders trachtte af te schermen en het aandeel van de mededaders op zich nam. Honderden nieuwsgierigen namiddags aan de Antwerpse Steenweg om een glimp op te vangen van de twee moordenaars Orion en Verneuil.
De mensen die om wraak schreven, jouwden zelfs de politie uit die de moordenaars beschermde. Voor sommigen, zoals deze verkoper van hotdogs, was de reconstructie niet meer dan een zakelijke onderneming. De Antwerpse steenweg was totaal afgesloten met nadarafsluiting. Om de 10 meter stond er een politie die nadarafsluiting moest vasthouden, want de massa was aan het trummen van als ze een schim opving van de gebeurtelijke daders, begonnen ze de nadarafsluiting op te lichten en duwden ze vooruit. Maar gelukkig is er dan niets gebeurd. Maar er was werkelijk een massa die stond te joelen voor die misdadigers. De vrijdagnamiddag heeft de wedersamenstelling plaats. Er is een enorme publieke belangstelling. Woedde de menigte die Orion allerhande verwijten toeroept. Waarop dat Orion reageert ten overstaan van mij. Zegt: laat mij maar los. Laat mij maar aan de menigte. Ze mogen mij kapot maken. Ik heb het verdiend. Tijdens de wedersamenstelling met Orion en Fenuy komt er tot uiting dus dat er een discussie ontstaat over het doden van het jongste kind. Waar Orion altijd gezegd had dat hij het had gedaan, ontstaat daar een dispuut waarbij Fenuy dan bekent dat hij uiteindelijk het fatale schot heeft afgevuurd. Bij de wedersamenstelling verwerkt het publiek de schok van de zesvoudige moord op een klassieke en voorspelbare wijze. De familie Steijaert doet het op haar manier. In plaats van te vluchten, besluit ze het gruwelhuis terug te winnen voor het leven. Ja, ik ben hier komen wonen om de reden zelf. Mijn broer zelf heeft alles opgebouwd. En mijn moeder en mijn vader wilden niet hebben dat hier verder mensen kwamen wonen. En ik was toch die moment op zoek om het uit te breiden. En ze hebben gezegd, als wilt, dat moet natuurlijk niet, maar ik ben het liefst dat ik hier kwam wonen. Daarmee ben ik naar hier gekomen. Wij kwamen dus van een klein garage, een klein huisje. Geen tuin, want wij moesten dus altijd bij grootvader en grootmoeder gaan spelen in de tuin. Recht over de deur. En voor ons werd dat dus ingelepeld als zijnde, ja, je gaat naar een nieuwe buurt, een nieuw huis, een groot huis, grote tuin, een nieuw garage. En dus wij stonden daar tegenover van, ja man, dat moet er iets prachtig zijn, dat moet een prachtige omgeving zijn. Dus voor ons werd dat dus in de mond gelepeld als zijnde, iets, een vernieuwing, maar op dat ogenblik wisten wij dus niets van de feiten af. Ja, mijn moeder zelf die heeft die nooit niet gepasseerd. Alhoewel dat ze gevraagd heeft dat mij hier te komen wonen, maar passeren kon ze niet. Trouwens, de eerste nacht dat ik verhuisd ben naar hier, dat was van een maandagmorgen, de zondagavond. Omstreeks 11 uur s'avonds kreeg ik een telefoontje van mijn zuster. Mijn vader en mijn moeder waren aan het wenen, ongelooflijk. Dat ze weer dachten, ons nief Hanna Henter is dat misschien ook vermoord worden. Daarmee ben ik direct in de auto gestapt en weet dat het niet in mijn tijdelijk huis geweest. Ik heb daar blijven slapen en de dag nadien mijn vader gezegd, Hanna zegt hij, we zullen het allemaal overwinnen. Ik ben dat dus eigenlijk spontaan door de tijd heen eigenlijk te weten gekomen. Ook door het feit van het eerste jaar werden dus mijn ouders belaagd door het feit van interviews. En ook, dat werd dan ook spontaan voor ons weggestopt. Mijn moeder ging dan die interviews kopen uit boekjes enzovoort. En dan werd dat dan weggestoken in de kast. Maar als klein kind, nieuwsgierig enzovoort, op zoek naar nieuwe dingen, ontdek je dan zo ineens zo van, wat is dat hier? En mijn ouders hier in een boekje, een interview enzovoort. En wat is dat allemaal? En dan ga je dan toch spontaan, geleidelijk aan, eigenlijk vragen stellen aan je ouders. Hè. En dan, ja, op een bepaald moment kunnen ze er niet meer van tussen. Dan moeten ze wel zeggen van, en dan begin je dat ook te beseffen. En ik moet wel zeggen, ik heb vrij vroeg beseft toch wat er hier gaande was. Ja, maar toch altijd vrij goed kunnen opnemen ook. Dat is wel een feit. Mijn vrouw die heeft niet naar kelder gaan, de eerste periode. Dan heb ik alles zelf piek opgekuist, dat het niet van spoor in te zien was. Omdat ze toch, als ze een keer naar kelder binnenkwam, dat ze toch niets meer zo gezien hebben. Nadat het gebeurde hier, is mijn vader, voor hem te kunnen uitwerken, heeft hij gewoon een beeld gemaakt. Het eerste afgietsel, die staat bij mij hier op het hof. Dan heeft hij een blok Ardennen gekocht. Dat is ook een beeld dat ik nooit van mijn leven ga vergeten van mijn vader, die daar
uren en uren en uren, ganse namiddagen, zelfs in druipregen, dat hij daar een bas over gemaakt had en al, zitten kappen. Hij heeft dat zelf volledig gekapt, alhoewel hij nooit of nooit niets gedaan heeft in beeldschapenkunst. En dat was mijn gedachte voor hem te kunnen uiten. En dat beeld heeft dus genoemd Stel Verdriet. Dat is geplaatst op het graf op Zwijnaarden zal in Voer ligt. Orion wacht zijn proces niet gelaten af. Hij zal geregeld van zich laten horen. Het is het begin van de Orion-mythe. Na de overval op de familie Steyaert zijn dus Verneuil en zijn vriend Orion aangehouden en verbleven in de gevangenis te Gent voorlopig. En dan in die periode heeft Verneuil dit wapen gemaakt uit een soort karton voorhanden in de ateliers, heeft er dit pistool van gemaakt om dus de bewakers te kunnen in bedwang houden bij een eventuele ontvluchting. Freddy Orion duwt het kartonnen pistool onder de neus van een cipier. Met de man als gijzelaar bevrijdt hij Verneuil en een paar anderen. Twee daarvan kunnen echt ontsnappen. Maar Orion en Verneuil zelf vinden geen uitgang. Ik hoor langs de dienstradio dat er een panieksituatie is ontstaan. We begeven ons onmiddellijk naar de gevangenis, mijn collega en ik. Waar we vaststellen, dat, of medegedeeld krijgen, dat Freddy Orion op het dak zit in bezit van een wapen. Dat ogenblik heb ik hem toegeroepen, Freddy, smijt dat wapen naar beneden. Hij heeft dat onmiddellijk gedaan. Ik heb hem gezegd, blijf zitten, ik kom bij u. Ik ben met een cipier tot op het plat dak geraakt. En dan waren zijn eerste woorden naar mij toe, is Roland weg? Want hij aanzag Roland Verneuil als een slachtoffer dat hij had meegesleurd in die moord. Voor de gijzelingsactie krijgen Orion en Verneuil later 4 jaar extra. Op 8 december 1980 begint hun assiseproces in Gent. Dat was volstrekt hopeloos. Ja. Wij vonden... Ik heb dat ook aan de moeder onmiddellijk gezegd en ook aan Roland Verneuil gezegd. En iedereen besefte dat het lijden dat aangericht was zo enorm was dat het een hopeloze verdediging was. Ja, ik zou er zelfs durven bijvoegen. We zijn nu in een periode waarin men zeer veel over de slachtoffers spreekt en terecht. Toen hebben wij reeds vanuit de verdediging heel duidelijk, John Bulting en ik, en ook chef Vermassen voor Orion, wij hebben niet opgehouden om te zeggen, wij weten zeer goed het lijden, het leed dat hier aangericht is. Maar we zijn in een rechtsstaat, we zijn in een hoogbeschaafde rechtsstaat. Hoe is het weer al? Iedereen heeft het recht om verdedigd te worden. Men was zodanig tegen ons dat het de enige zaak in mijn leven is geweest waar ons politiebescherming opgelegd is. Er werden dreigbrieven gestuurd naar de advocaten enzovoort. En we kregen continue politiebescherming. De mediabelangstelling voor het proces is overweldigend. Publiek en pers willen alles weten over de doders, vooral over Orion. De jury luistert naar zijn biografie. Freddy Orion is een arbeiderskind uit Gent. Hij verliest zijn moeder wanneer hij nog geen 3 jaar is. Hij heeft allerlei fysieke problemen die van hem een gecomplexeerd kind maken dat vaak gepest wordt. Orion heeft dus als kleinkind een operatie moeten ondergaan, als was maar enkele maanden oud. En zijn hoofd begon scheef te groeien en dat moest geopereerd worden. Als jongere heeft hij een paar ongevallen die littekens in zijn gezicht achterlaten. Hij wordt daardoor geobsedeerd en camoufleert ze met lang haar en een donkere bril. Die verminkingen zijn trouwens niet zo dramatisch. Maar ja, dat is het idee van een 50-jarige. Als je 20 bent, denk je daar anders over. Het gezicht is steeds ontbloot. Telkens iemand je aankijkt, denk je al dat hij het ziet. Je draait je hoofd weg, durft de mensen niet aan te kijken. Als Orion 20 is, trouwt hij met de 17-jarige Antoinette. Er komt een zoontje, Dave. Ze nemen een café over. Financiële problemen lost Orion op met kruimeldiefstallen die keihard bestraft worden. Zijn vrouw verwacht een tweede kind. Nu ja, zij stond er alleen. Het tweede kind was in aantocht. Zij kon dat niet houden. Dan is Toos en wij ertussen gekomen, ze is verhuisd. Ze is alleen gaan wonen met haar kinderen.
altijd zonder andere man. Orion is dus, meen ik, een jaar of 15 maanden in de gevangenis gebleven. Orion verlaat de gevangenis eind juli 1970. Zijn dochtertje Cathy is inmiddels geboren. Orion begint een dubbel leven. Overdag werkt hij keihard, 's nachts pleegt hij inbraken samen met een vriend. Het zwaardere werk dit keer. Orion, en dat weet ik ook van zijn vriend en andere vrienden, is nooit gewelddadig geweest. Heeft nooit gedacht om maar enig wapen mee te doen. Riet af aan de anderen nooit een wapen meedoen. Was dus tegen geweld. Was dus tegen gelijk welk wapen. Dat is altijd zo gebeurd. Dan wordt het februari 1973. Orion's collega-inbreker overvalt het kantoor van de Liberale Vakbond in Gent. Orion is niet toevallig in de buurt. Een bediende krijgt klappen, er valt één ongericht schot. Wanneer Orion later met zijn vriend wordt opgepakt voor nieuwe inbraken, draait hij meteen mee op voor de overval. Dat ene schot in de lucht wordt uiteindelijk toch fataal. Dat schot heeft gelukkig doel gemist. Maar het is precies de gevolgen van dat schot, een roofoverval met vertoon van wapens en wapengeweld, dat de zaak uiteindelijk naar het Assisenhof is verzonden. Had dat er niet geweest, dan was die zaak waarschijnlijk voor de gewone correctionele rechter op een voormiddag afgehandeld met een maximum straftoemeting van 5 jaar. De vriend krijgt 8 jaar. Hij zal later zowel voor de moorden in Sint-Amandsberg als op de vliegtuiglaan verhoord worden. In Sint-Amandsberg is hij er niet bij. In de vliegtuiglaan valt niets te bewijzen. Voor Orion is de straf ook gepeperd. 7 jaar. Zijn vrouw vraagt onmiddellijk de echtscheiding aan. Wat mij het meest trof was de vraag waarom het assisen geworden is, in 1974. Ik heb daar zitten huilen als een kind, want dat is een gevoelige snaar. Daar is het begin van alle ellende begonnen. Vrouw kwijt, kinderen kwijt, alles kwijt. Neem die zaak weg en we zouden nu naar elkaar niet moeten schrijven. Die mensen hadden nog geleefd. Omdat ik dat zo goed besef, heb ik het daar zo moeilijk mee. Ik had diefstallen gepleegd en mocht gestraft worden. Maar niet op die manier. De straf was niet in verhouding tot de feiten. En hij had dat zo geconstrueerd in zijn brein. De eerste keer hebben ze mij gehad, zoals hij dat zelf zei. Maar ik zal ervoor zorgen dat er de volgende keer geen getuigen meer zijn. Wanneer Orion in juli 1978 de gevangenis van Leuven Centraal verlaat, begint hij een nieuw leven in Herentals. De mensen waar hij mee gewerkt heeft, de ploegbazen, de directeurs, de eigenaars van de werken, zeggen allemaal, een eerlijk persoon, niet opstandig, beleefd tegen iedereen, deed overuren zonder mouwen. Kijk niet, ik was altijd correct. Niemand heeft tegen mij ooit één woord slecht verteld over Orion, die met mijn naam ook inkwam, op school of werk. 'S Avonds gaat hij trainen in een plaatselijke bodybuildersclub. Hij neemt ook deel aan wedstrijden. Ja, ik geloof 2 of 3 wedstrijden dat hij voor ons gedaan heeft. De eerste was de kwartfinale van de IFBB. Dat is een overkoepelende bodybuildingorganisatie. En daar heeft hij een prachtige tweede plaats behaald. De halve finale behield hij datzelfde jaar een 4e plaats. En ik ben ervan overtuigd dat hij als bodybuilder dus serieuze toppen zou kunnen mee scoren. Er zit een vulkaan in de sportieve beleefde man. Wanneer de relatie met een nieuwe vriendin scheef loopt, is een onnozel iets, een Herentalse garagist die hem 10.000 frank lichter maakt, voldoende. De moord op Leentje Lichachevski volgt. 5 maanden later zijn Roland en Leona Steijaert, Hilde, Mieke en verloofde Mark de slachtoffers. Waarom die slachtoffers? Dat was puur toeval. Het konden evengoed de buren geweest zijn. Ik kende die mensen niet eens. Ze hadden enkel de pech van hen te zijn. Had ik een roof- of lustmoord willen plegen, dan had ik dat gedaan in Herentals waar ik woonde. Maar het feit dat ik naar Gent reed om een overval te doen, toont duidelijk aan dat ik handelde uit wraak en haat tegenover de inwoners van deze stad.
Jaren voordien heb ik vanuit de gevangenis aan de gerechterlijke politie geschreven dat ik de maatschappij begon te haten. Dat motief, hoe zwak het ook is in verhouding tot de daden, ontbreekt bij Roland Fenouil. Fenouil is in 1979 26 jaar. Hij is een beroepsdief met een waslijst veroordelingen. Hij woont op nauwelijks een paar honderd meter van de villa van de familie Steyaert. Het was zo zielig dat je kon voelen dat die jongen eigenlijk, zie de moeder, zie eigenlijk ook de buurt, zie de gehele omgeving, dat die eigenlijk iets totaal anders had kunnen worden, anders had kunnen evolueren. En moeder heeft mij duizend keer gezegd, altijd het eeuwige verhaal, het zijn de slechte vrienden, het is dat enzovoort. Het was zielig om in te zien dat die vrouw eigenlijk en ook de mensen uit de buurt enorm verrast waren door wat er gebeurd is. Het was dus eigenlijk geen gemarginaliseerde familie of geen gemarginaliseerde buurt. Fenouil heeft tijdens de moordpartij het fatale schot aan de jongste dochter gegeven. Wie er wie heeft aangezet om te doden, zullen we nooit weten. De psychiater die ik aangesteld heb om het geestesonderzoek te doen van Orion en Fenouil heeft in zijn verslag onder andere bijna letterlijk vermeld dat Orion en Fenouil eigenlijk een duivels duo waren, waarbij Fenouil meer de aanstoker was en Orion de uitvoerder. En als je twee dergelijke personen samenbrengt, dat dat dan bijna noodzakelijkerwijs moet leiden tot feiten zoals wij die jammer genoeg meegemaakt hebben. Ik vrees dat de ingesteldheid van de beide daders op het ogenblik van de feiten van die aard was dat zij alles wat kon klikken zouden van kant gemaakt. Het proces in Gent verloopt in een geladen sfeer. Het gedrag van de voorzitter is partijdig. De voorzitter sprak hem met opzet altijd aan als Fenullen. En ik vroeg hem aan te spreken als Fenouil, wat hij gewoon was. Nee, nee, zei de voorzitter, het moet Fenullen zijn, zo wordt het geschreven. Nu kan men dus iemand alles afnemen. We spreken nog wel over de slachtoffers en ik weet het wel. Maar als men dan in een eerlijk proces is, dan moet men iemand ook nog zijn naam niet afnemen. Er is ook een primeur. De onderzoeksrechter heeft een heuse film meegebracht. De toenmalige onderzoeksrechter, meneer De Jonge, heeft opnamen laten maken van dus de situatie zoals de lijken aangetroffen zijn. Ik vond dat op zich geen verkeerde wijze van instrueren en ik vond dat van de onderzoeksrechter een juiste houding. Maar het is dan, ondanks het verzet, vertoond in het openbaar. De verdedigers van Fenouil proberen voor hun cliënt een milder vonnis te krijgen. Tevergeefs, zowel Horion als Fenouil krijgen de verwachte doodstraf. Ze zijn in cassatie gegaan. De cassatie is ingewilligd, maar als ik u zeg dat ons voornaamste middel in cassatie dat niet meer onderzocht is, want men had een technisch middel gevonden, maar dat ons voornaamste middel in cassatie de partijdigheid van de voorzitter was, dan zeg ik dat met alle piëteit tegenover degenen die gestorven zijn enzovoort, en ook onder de magistraten. Het was geen onpartijdig proces in Gent. Dus ik heb het proces één dag bijgewoond, dus dat was de laatste dag, dus de dag van de uitspraak. Ik zie mij dan altijd staan aan die zijing hangen. Dus een ganse, well, ja, massa van mensen dus die dat ook nog de dag van de uitspraak wilden bijwonen. Eigenlijk, wat dat er gezegd geweest is, heb ik eigenlijk niet zoveel van onthouden. Dus ik zat eigenlijk een beetje doelloos, allee, ja, doelloos mag ik eigenlijk niet zijn, maar voor mij uit te kijken naar twee individuen inderdaad. Dus allee, ja, nu nog altijd kan ik er mij niet inbeelden, allee, ja, dus dat er zoiets kon gebeuren. Door twee personen, dus dat gaat er bij mij niet in. In april 81 publiceert Horion zijn memoires onder de titel Monster zonder waarde. De tekst wordt in- en uitgeleid door een anonieme deskundige van wie we vandaag weten dat het chef Vermassen was, Horions toenmalige advocaat. Vermassen brak later met zijn cliënt en ging niet in op uitnodigingen om met ons over de zaak te praten. Het boekje en de begeleidende commentaar dikken de mythe Horion flink aan. Vermassen maakt van zijn cliënt een wetenschappelijk studieobject. De tekst zelf wordt door de pers afgedaan als zelfbeklag. Eén passage valt sterk op. Daar waar Horion zegt dat hij sinds de slachtpartij in Gent weer van het leven kan genieten, zolang hij niet aan de slachtoffers denkt. Dat boek is ontstaan
als een opdracht van de psychiater die was aangesteld om Orion te onderzoeken in het kader van de komende assisezaak. En die dus hem gevraagd had om zijn levensverhaal op papier te zetten. En Orion heeft dat dan gedaan en beschikte daardoor over materiaal. En dan hebben andere mensen hem eigenlijk daartoe aangezet om dat verder uit te werken, om te komen tot de publicatie die we kennen. Het is dus niet zo, en het is nog altijd niet zo, dat dit boek de bedoeling had om Orion geld in het laadje te brengen. Het heeft het ook niet gedaan, want het heeft er dus geen frang aan verdiend. Na het cassatiearrest moet het proces overgedaan worden voor een ander gerechtshof. Dat gebeurt in Brugge. Het tweede proces start op 9 juni 1981. In Brugge is dat door voorzitter Laurens totaal anders gedaan. Compleet onpartijdig, ieder zijn rechten en uiteindelijk een uitslag die wij verhoopt hadden anders te zijn. Wij hadden natuurlijk niet gehoopt op een milde straf. Wij hadden vlakaf gezegd gehoopt dat er een onderscheid zou zijn en dat Fenuy aan de doodstraf zou ontsnappen en dus levenslang zou hebben. Ik spreek in de toenmalige wetgeving. We zijn daarin mislukt, ook in Brugge. Maar in Brugge was het proces compleet onpartijdig en sereen. Roland Fenuy belandt in de gevangenis van Oudenaarde, waar hij in tegenstelling tot allerlei geruchten nog altijd zit. Hij is erin geslaagd een vrijwel anonieme gevangene te worden. Hij heeft ook niet willen meewerken aan dit programma. Freddy Orion ontsnapt in mei 82 uit Leuven Centraal samen met een Nederlander. Er gaat een golf van angst door het land. Hij leeft 6 weken ondergedoken in Haarlem bij vrienden. Jackie kent hij uit de gevangenis. Met Marian heeft hij veel gecorrespondeerd. Toen hij ineens bij hen opdook, hadden ze hem gewoon binnengelaten en onderdak gegeven uit vriendschap. Hij wordt tenslotte bijna per toeval geklist bij een inbraak. Hij was op zoek naar werkkledij. Er was hem een baantje beloofd. Dat zijn dan angstige dagen. Vooral voor mijn ouders was dat dan. Slapeloze nachten. Dan, normaal gezien gaan we nooit niet te vroeg gaan slapen. Het is altijd rond de klok van 12. Maar dan herinner ik mij ook nog goed, dus dan we allemaal tezamen thuis zaten. Niet televisie kijken, maar gewoon babbelen over de familie, over de zaken, over dat allemaal. En dan we altijd vrij laat naar bed gingen. Mijn broer is er toegekomen om straks 3:30 s'morgens. En van het moment dat hij stopte, was hij maar juist uitgestapt en de rechterpolitie stond al met de vraag: meneer, wat doet hij hier? En dan zei hij: moet hem bekendmaken en uitleggen waarom, de reden. En dan was geen probleem als hij gewoon binnenkomen. In 82 ben ik Freddy Orion gaan ophalen aan de grensovergang Nederland-België na zijn ontsnapping. Op het ogenblik dat hij mij heeft gezien, heeft hij onmiddellijk gezegd: ziet Walter, ik heb niet gedood. Orion inspireert ongewild allerlei gekken. Hun mikpunt, de Steyaard. Ik kwam aan de telefoon. Er was een stem die gans verdraaid was. En ze eiste dat hier een beetje verder een sportcomplex is. Dat 2.500.000 vrouwen moest gaan neerleggen. Zo niet, engels mij komen doodschieten. Ik heb mijn vrouw geroepen. Zij luisterde een keer hier. Wat hij juist allemaal vertelt. En mijn vrouw weet nog een stukje van... pardon. We hadden niet geluisterd. Dan is ze bij de buurvrouw geweest en de buurvrouw is direct gevoerd bij de BOB. Een kwartier nadien heb ik een telefoon gekregen van de BOB. En die hebben mij gezegd: alsjeblieft, ga niet buiten, want we nemen er ernstig op. Je wordt dus verboden om nog voor de venster te komen. Ja? Als 12-jarig kind voor de venster komen. Je wordt nog verboden een tijd lang de tuin te betreden vooraan. Alles moet zoveel mogelijk in het geheim gebeuren, achteraan. Wij werden dus ook telkens met een wagen van de Rijkswacht naar een geheimwagen van de Rijkswacht naar school gevoerd. We waren afgehaald op school. Dus ergens is dat dan toch. We zijn er vrij goed overeengekomen. Dat is toch zo 6 maanden, 8 maanden, een jaar. Laat ons zeggen dat dat dus aansleept met dus constant die controles, ook nachtelijke controles. Het is een enorme beperking van je vrijheid. Op een bepaald moment, ik ging juist mijn rolluik naar beneden doen. Mijn vrouw was al gaan slapen. Passeerde hier iemand en er was like 2 druppels water van de dader. Ik ben direct naar buiten gelopen. Ik zie hem nog gaan. Het was donker. Ik ben weer in huis gekomen, mijn vest aan gedaan.
achterna gelopen. Ik heb hem niet meer herkend. Ik heb hem niet meer tegengekomen. Dat heb ik dus hetzelfde vermeld aan de politie. En dat was iemand die als twee druppels water op hem leek. En de politie zelf hebben bij hem geweest en zijn verbod gedaan dat hij niet moest passeren. Deed hij dat opzettelijk? Opzettelijk, ja. In 1987 ontsnapt Horion voor de tweede keer. Na een intense klopjacht op het industrieterrein van Haasrode wordt hij weer ingerekend. Ik heb Horion leren kennen naar aanleiding van het feit dat hij bij een ontsnappingspoging een fiets stal. En de man was dus met een gestolen fiets aan het rondrijden op industrieterrein in Haasrode toen hij werd opgepikt door de Rijkswacht. Daarvoor heeft hij nog eens extra 3 maanden gekregen omwille van het feit dat hij dus de ontsnapping heeft gedaan met een gestolen fiets. Sinds 1987 heeft Horion Leuven Centraal niet meer verlaten. Maar hij bezit de geheimzinnige aantrekkingskracht die van moordenaars kan uitgaan op de buitenwereld. Horion is een groot brievenschrijver geworden. Een van zijn correspondenten was Herman de Koning. Maar mediabelangstelling is een tweesnijdend zwaard. Het moet duidelijk zijn dat voor Freddy Horion dit geen pretje is, zo'n uitzending. Op de eerste plaats wil hij liefst niet dat de naastbestaanden nog eens worden geconfronteerd met die feiten. Op de tweede plaats wenst hij ook niet dat hij zelf in de belangstelling komt met dit soort feiten. Voor de man zijn er ook 20 jaar voorbij gegaan. En hij wil toch wel trachten om zijn leven nog een oriëntatie te geven waarin dit zo weinig mogelijk een rol speelt. Ik ben inmiddels ook 20 jaar ouder en wijzer geworden natuurlijk. Ik handelde destijds uit wraak- en haatgevoelens. Die gevoelens zijn er echt niet zonder redenen gekomen. Ik heb altijd, van kindsbeen af, in de hoek gezeten waar de klappen vielen. Maar wat ik nu aangericht heb, is niet in verhouding met wat ik zelf meegemaakt heb. Wat weegt de ellende die ik meemaakte op tegen het leed dat ik aangericht heb? In zijn omgang met medegedetineerden is Freddy een man die een bepaald respect afdwingt. Ik denk dat dat komt door de persoonlijkheid die hij is, datgene wat hij uitstraalt. Het is een man die makkelijk is in de communicatie met andere mensen. Het is niet een man die snel driftig is of begint te schreeuwen of dat soort dingen. Het is iemand die wat dat betreft een stabiele persoonlijkheid, zo komt hij mij over. In het begin van de jaren 80 studeerde ik rechten en we moesten corresponderen met gevangenen en zo heb ik dus Freddy leren kennen en van het een is het andere gekomen. Ik heb hem de eerste keer in de gevangenis bezocht en hij heeft een erg vriendelijke en charmante indruk op mij gemaakt en hij leek ook heel intelligent. Zijn relatie met zijn vriendin is hem zeer kostbaar. Dat is echt een steunpilaar in zijn leven, denk ik. Het was geen liefde op het eerste gezicht. Het is stilletjes aan gegroeid. En voordat je het weet, zit hij in een uitzichtloze situatie. Freddy heeft een vriendin. Heeft hij al meer dan 15 jaar een relatie mee. En zijn vriendin komt regelmatig op bezoek. Maar u begrijpt dat is natuurlijk aan beide kanten moet dat zeer pijnlijk zijn als je een relatie opbouwt en je kan niet nader tot elkaar komen. Privacy met Freddy. Ja, we mogen elkaars hand vasthouden, dat is al, gedurende al die jaren. Het grote probleem voor Horion is nu nog altijd dat hij een ontzettende symboolfunctie heeft. Hij wordt zo'n beetje beschouwd als de eerste seriemoordenaar in dit land. De feiten waren uiteraard verschrikkelijk spectaculair, dramatisch, tragisch en onherstelbaar. Het waren 5 doden in 1 keer. Achteraf is gebleken dat er nog een voorgaande was. En Horion is werkelijk verschenen als het grote monster voor het Hof van Assise. Hij heeft dan zelf in een poging om niet om zich te rechtvaardigen, maar om uit te leggen wat er is gebeurd, daar zelf nog een schep aan toegevoegd door zijn autobiografie te schrijven. Maar dit alles maakt dat ook nu, 20 jaar na de feiten, hij nog altijd die symboolfunctie heeft. En daarbij komt dat nu heel het Dutroux-gebeuren een nieuwe weergalm geeft aan die symboolfunctie. Zodat eigenlijk hij op dit ogenblik opnieuw in die rol geduwd wordt van die man die 6 mensen heeft vermoord zonder duidelijke redenen. Daar waar we nu staan voor een man die 20 jaar ouder is, die toen 30 was en nu 50 is. En die
fundamenteel, denk ik, veranderd is. Freddy is natuurlijk erg veranderd gedurende de jaren. Hij heeft veel cursussen gevolgd, onder andere Nederlands, Frans, computer. Je kunt dat vooral zien aan de brieven, als je die vergelijkt, de beginbrieven en de brieven van de laatste jaren. En hij is iemand die goed op de hoogte wil blijven van alles wat in de wereld gebeurt. Hij kijkt ook tv, wel selectief. En de tv die gebruikt hij eigenlijk als een soort oog naar de wereld toe. Dat is voor hem het medium waardoor hij kan zien wat er buiten gebeurt. Het is niet een man die zal kijken naar soaps of naar allerlei soorten quizzen. Daar vult hij zijn tijd niet mee. Hij wil echt zijn tijd ook zinnig besteden. Freddy maakt nu kussentjes voor vissersmanden en daar verdient hij zo'n 7.000 à 8.000 frank per maand mee. Freddy heeft eigenlijk de houding dat hij niet thuis wil geraken in de gevangenis. Hij wil eigenlijk altijd het besef houden van dat hij het daar niet naar zijn zin heeft. Het lijkt alsof hij een zekere een vrees heeft om zich thuis te gaan voelen binnen het gevangen. Dat zie je bijvoorbeeld op momenten als er bijvoorbeeld een barbecue georganiseerd wordt. Dan heeft hij zijn houding van ja, een barbecue, dit is niet de plaats voor barbecues. Wat ik doe, ik haal mijn stukjes vlees en ik trek me terug op mijn cel. Hij wil altijd het besef houden, of het verlangen houden om toch ooit buiten te komen. Dat is voor hem waarschijnlijk een van de zwaarste klappen die hij gekregen heeft tijdens zijn detentie. Het is vast te stellen dat, ondanks het feit dat hij zijn kinderen niet heeft kunnen opvoeden, dat er blijkbaar toch daar iets is doorgegeven dat hij uiteraard ook niet kan bepalen op welke manier dat gebeurd is. Waarbij dus zijn zoon helaas dezelfde pad is opgegaan. Dave loopt de koop met zijn afkomst. Hij is er op zijn manier trots op. Zijn vader wordt dan ook niet verrast door de misdaad van zijn zoon. Hij had ze zelf en met grote bezorgdheid voorspeld in een brief aan een begeleidster. Zijn zoon is ook een week, 14 dagen dacht ik, op bezoek geweest bij Freddy in de gevangenis. Na de eerste daden die er gebeurd waren. En in die tijd heeft Freddy naar mijn inzicht geprobeerd om zijn zoon, om een relatie te bouwen. En als vader te zijn voor zijn zoon. Misschien is het gelukkig geweest dat men daar onmiddellijk heeft ingezien dat wat die jongen betreft er helemaal geen vrije wil meer aanwezig was. En men heeft dus Dave geïnterneerd, wat dus tot gevolg heeft dat hij zeker zoveel kans maakt om heel lang gedetineerd te blijven dan iemand die daarvoor wordt veroordeeld. Horion heeft straks meer jaren in dan buiten de gevangenis geleefd. Hij heeft nog geen dag penitentiair verlof gekregen. Begin van de jaren 90 liet ze mij uitschijnen dat Freddy dus na 14 jaar toch eens een dag vakantie zou kunnen krijgen. Maar er is nooit iets van gekomen. Voor Freddy Horion is op dit ogenblik niet de brandende vraag, kom ik nu vrij? De vraag is, kom ik ooit vrij? En dat is denk ik het drama op dit ogenblik. Dat is dat hij iemand is en een van de weinige gevangenen die geen enkel zicht heeft op zijn toekomst. Het ergste, dat ik eigenlijk na al die jaren ook geen enkel vooruitzicht heb, dat ik in feite ook levenslang heb gekregen. Op dit ogenblik is het de bedoeling van minister De Klerk om het hele probleem van de voorwaardelijke invrijstelling, dus van het strafeinde, van dat toe te vertrouwen aan een commissie. Het is nog geen rechtbank. Bestaande uit een magistraat, een advocaat en iemand van het departement, van de administratie van het bestuur van strafinrichting. Die zouden dus alle elementen die de minister nu zelf verzamelt, zouden zij verzamelen. Zij zouden alle mogelijke adviezen inwinnen binnen de gevangenis, buiten de gevangenis, inclusief de adviezen van de slachtoffers of hun familieleden, om dan een voorstel tot invrijstelling te formuleren of uit te spreken. Dat wil zeggen dus dat zij de mogelijkheid zouden hebben om voorwaardelijke vrijstelling te bevelen onder zeer strikte voorwaarden. Rekening houden met alle elementen van het dossier. Maar als u het aan mij vraagt, zou vragen als mens, zal Freddy ooit hervallen? Dan zou ik zeggen nee.
Ik kan me dat niet voorstellen. Maar ik kan daar natuurlijk geen oordeel verder over geven. Freddy Herbina? Nooit. Waar halen ze dat toch? Men, denk ik, zou vaststellen dat die man op die 20 jaar die in hechtenis is, zich gedragen heeft als iemand die niet het monster is waarvoor hij doorgaat bij de publieke opinie. Dat het iemand is die tot een vrij sterke bezinning is gekomen en die inziet dat wat hij dus gedaan heeft totaal ontoelaatbaar is. En die, denk ik, iemand is die in aanmerking kan komen om onder bepaalde voorwaarden, mits respect voor de rechten van de slachtoffers, wat zeer belangrijk is, kan in vrijheid komen zonder dat daar voor de maatschappij, denk ik, zeer zware risico's aan verbonden zijn. Ik zet geen stap meer in het Vlaamse landgedeelte. Het liefst zou ik België verlaten. Ik ken een directeur van een hulporganisatie. Ik zou bijvoorbeeld iets in die richting willen doen. Nog iets proberen goed te doen voor gehandicapten in verre landen. De slachtoffers kunnen hun mening niet meer geven. De achterblijvers wel. George die heeft nog een 14-tal dagen voor zijn dood aan mijn dochter verteld dat er hij nog altijd niet over kon. En dat hij volledig nog altijd kapot was van heel die zaak. Papa die vond dat ze hem niet erg genoeg konden straffen. En ik, voor mij heeft hij mijn moeder afgepakt. Levenslang opsluiting is vrij erg. Normaal gezien wens ik dan niemand niet toe. Vroeger niet en het is moeilijk voor te zeggen, nu nog altijd niet. Maar toch mogen we zeker niet uit het oog verliezen hetgeen wat er hier gebeurd is. Dus op die bewuste zaterdagavond, dat is ongelooflijk. Automatisch weten toch dat je gaat vrijkomen, maar wij zelf, bij ons is het levenslang. Guten Abend und nochmal herzlich willkommen bei Liebe Sünde. Und das haben wir für Sie vorbereitet. Jeden Monat wieder Last und Lust der Menstruation. Freie Liebe vor der Kamera, Flower Power Pornos. Strippend durch die Republik, Rita, der erotische Tramp. Spannung vorprogrammiert, Lesben und Heteros. Sex auf offener Straße, Neville Chambers und der Reiz des Verbotenen. Ich möchte heute mal mit einem sehr weiblichen Thema ganz besonders die Männer ansprechen. Viele Männer behaupten ja, sie würden die Frauen kennen. Ist das denn wirklich so? Erkennen Sie Ihre Frau oder Ihre Freundin wieder, wenn sie, ich sag's jetzt mal umgangssprachlich, wenn sie ihr Gedöns hat, die roten Khmer zu Besuch oder die rote Woche? Falls Sie erst wissen, was los ist, wenn Sie eine Bratpfanne auf den Kopf kriegen, dann können Sie jetzt noch was dazulernen. Oh nein! Aufklärung gab es in unserer Familie in dem Sinn nicht. Ich habe auch mit meinem Vater oder meiner Mutter nicht drüber gesprochen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mal mit meiner Oma drüber gesprochen, weil ich dachte, ich sei ein ziemlicher Spätzünder. Und dann sagte sie mir, sie hätte sie mit 18 bekommen. Und ihr hat man dabei gesagt, sie hat sich beim Schlittenfahren gestoßen, schnell eine Binde in die Hand gedrückt. Und damit war das Thema besprochen. Die Mythen rund um die Menstruation sind alt. Das Alte Testament rät, blutende Frauen 7 Tage beiseite zu tun und nicht anzurühren. Noch vor nicht allzu langer Zeit glaubte so mancher, menstruierende Frauen brächten den Wein zum Gären, ließen die Milch sauer werden oder die Blumen welken. Kurzum, das weibliche Monatsblut galt als unrein. Ich glaube, das wurde früher ziemlich häufig gesagt, dass es irgendwie etwas